Jur, ja. Er is weer een pakket met inruil opgestuurd. Ja, dat is superleuk. Dat gaan we zeker doen. Ik heb hier echt een hele gave Switch collectie, die moet eerst. Dit is een intro. Ja, Ricardo, een Switch collectie. Switch collectie, dat verzamel jij. Ja, er stond vandaag een meneer op de parkeerplaats. En die zei, kan jij meelopen? Dus ik ben mee gaan lopen. Ja, het zei de auto vol met Switch games. Ja, dat is wel heel tof. Ja, daar wist ik niks van. Nou, wist jij wel wat van, maar ja. de dag daarvoor was hij er al met ik heb een Switch collectie te kopen. Dus probeer het spannend te maken voor de mensen thuis. Ah, oké. Okay, dan... en ik heb gevraagd, want omdat mensen heel vaak vragen van, joh, waarom doe je dat nou weg? Ik heb even gevraagd van, waarom doe je dit weg? En die meneer die had nog meer hobby's, die verzamelt namelijk ook horloges. En die laat ze herstellen en zo. En dat schijnt nogal een hele dure hobby te zijn. Dat was nogal een hele dure hobby. Ja. Dus hele toffe items. Items die ik nog nooit eerder gehad heb. Dus we gaan beginnen. Hou ons niet langer in spanning. Het eerste item. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Collector set. Confret collector. Wow, dat is een grote doos. Dat is Frans. Ja. Ook iets wat heel tof is. De persoon die dit verzameld heeft om al deze boxen, want er komen nog meer boxen, box protectors laten maken. Dus alles is een beetje heel shiny in de camera omdat er een protector omheen zit. Bijna alles heeft een box protector inderdaad. Hier zit een... Er zit een hele coole LP in. Ja, er zit een LP in. Een artboek. Allerlei toffe goodies. Dus heel tof. Xenoblade Chronicles. Fan van? Het is een hele mooie RPG, maar ik heb dat nog niet echt gespeeld. Ik heb niet al... Daar moet echt 80 uur in. Ja, dat is waar. Waar haalde ik die vandaan? Als jij nou harder werkte. Maar er is meer. Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition Collector. Staat achteraf. Ja, dat is een andere taal ook, hè? Ja. Ja, nou, daar zit geen LP meer in, maar wel een CD. Een CD? Maar dat past dan niet in de Switch. En een artboek en dingen. Ik vind het qua design wel een mooie doos. Ja, maar dan was er volgens mij een dingetje met Xenoblade Chronicles 3. Die kon jij enkel en alleen bestellen bij Nintendo zelf. Moest je voor inschrijven, een hoop gedoe. Heel veel mensen konden dat ding later dan ook niet meer krijgen. Je gaat mij toch niet vertellen nou, dat... Ja, je gelooft het Boom. Niet, maar die had deze meneer ook. En dit is dus wel echt de zeldzaamste van de drie? Ja, dit was een doos met allerlei collectibles en dan moest je dan zelf je game in doen. En dan was die af. Precies, zat de game niet bij. Nee, dus je kocht eigenlijk de doos met inhoud. Ik weet niet waarom ze dat zo gedaan hebben. Ja, waarschijnlijk om jou naar een digitale store te lokken. Maar dat is in dit geval gelukt. Cool. Ja. Maar wat zit er nou in? Want op de achterkant zit niet een plaatje, maar wat er allemaal in zit? Ik heb geen idee. Er staat nu een beeld. Wow, dat zit er allemaal in? Ja, speel even vals. Cool. Maar we gaan gewoon door met Limiteds en Collector's Editions. Dit is namelijk Link's Awakening. Heel tof aan Link's Awakening. Heeft een steelbook in de vorm van de originele Game Boy. Ja. Heel tof gemaakt. Dit is een remake van de Game Boy versie. En ik weet niet of je het kan zien, maar hier zit een acrylen doos omheen. Ook wel heel erg tof. Ja. Mening over deze soort cellen zijn altijd verdeeld, omdat mensen die chibi varianten niet altijd even... Ik vond de Wind Waker op de GameCube heel tof, dus ik vind dit Ja, maar heel, ik vind het iets meer chibi nog dan Wind Waker. Ja, is wat chibi, ja. Had vandaag een klant die vroeg aan mij of ik alleen maar Zelda voor kinderen had, of dat ik ook de echte Zelda had. Die wees die nieuwe Zelda aan. Oh, ja, snap omdat ik het heel chibi leek op kinderen. Ja. Toen zei ik, dat is gewoon de nieuwste Zelda, meneer. Elke Zelda heeft gewoon zijn eigen stijl. Ja. En, ja, ik vind het een hele toffe set. Volgende. De World Championship NES Edition Deluxe set. Ik had deze gemist toen die uitkwam. Dus ik ben hier stiekem wel heel blij mee. Deze gaat met mij mee. Deze komt niet op het site. Dit gaat bij jou in de collectie. Ja, ik was te laat met deze. Ja, en dit is ook nog eens de Deluxe editie. Er is ook een gewone. Ja, er is ook een gewone. Maar... De game is er volgens mij wel Amerikaans vaker op de markt. Ja. Volgens mij heb ik hem wel eens online Amerikaans zien staan. Maar deze echt Deluxe editie is wel echt rare. Dat is een mooi doosje. Ja. Shredder's Revenge. Dit is het vervolg op Turtles in Time. Wat veel van ons kennen van de Mega Drive of de Super Nintendo. En ja, ik weet dat hij op de Mega Drive Hyperstone Heist heette. Maar het is in essentie hetzelfde spel. Maar dit is echt een vervolg daarvan. En gaat ook echt op dezelfde manier verder. We tekenfilm en alles. De Turtles fan vindt het echt super cool. Maar Shredder's Revenge is er ook gewoon voor de Switch uitgekomen? Ja, we hebben er gewoon een versie gewoon staan, maar schijnbaar is daar ook een limited edition versie van. Misschien... Waarschijnlijk was hij er eerst limited edition en is hij later gewoon uitgekomen. Ik denk het. Ik vind hem wel cool. Nog iets van A Limited Run, namelijk... Streets of Rage 4. Er staat ook een normale versie van, maar dit is een luxere uitgave met een hele mooie... Beetje Sega doosje. Sega-achtige doos. Ja. Dat is wel tof. Ja, dat is wel tof. Maar ja, zoals gezegd, je kan hier ook gewoon de normale versie van krijgen. Ja, maar dit lijkt, als je dan verzamelaar bent, lijkt dit cooler. Ja, het display. Maar geloof me, voor de Switch hebben we heel veel grote collectors dozen. Ja, heb je wel een grote kast nodig. Ja, we gaan namelijk nu nog een stapje groter. Oh god. Met de
Wat is dit? Dit is de Tears of the Kingdom Collector's Edition Box Coffret Edition Collector. Coffret, zeker. Ja. Coffret. Coffret. Deze hadden we ook gezien van een klant van ons, want hier zit een mooi verzameldoosje met pens en een artboek. En dit, het is wel een heel mooi ding, maar kijk hoe massief groot dit is. Het is echt een grote box. Als je Switch verzamelt. Nou, als ik Switch zou verzamelen, zou ik er stiekem gewoon twee van willen. Ja, nou, dat snap ik wel. Dan kun je namelijk één openmaken en je kunt er eentje gesield houden. Dat is een mooi bruggetje. Ja, dat was een mooi bruggetje. Dit wist jij. Over mooie bruggetjes gesproken. Ben je al geabonneerd? Nog niet? Doe dat even. Ja. Wat hebben we nog meer? We hebben nog meer. We hebben even wat random dingen tussendoor. Anders kan ik nergens bij. De Pro Controller. Ja, niet te missen. En dezelfde editie van de Pro Controller. Ik vind die Pro Controllers heel fijn spelen. Ook gewoon voor PC gebruik ik mijn Switch Pro Controller. Ja. Room Factory 5. Ook weer een Collector's Edition. Nog een Collector's Edition. Van Bayonetta. Bayonetta 3. Deze heb ik heel vaak op beurzen zien staan en ik heb hem nooit meegenomen. Ik ben niet super van de Bayonetta. Maar ik vind de box art wel heel vet. De box is echt heel vet, ja. Ja. Trinity Masquerade Edition. Edition Masquerade de la Trinity. De la Trinity. Ja, alsof ze al... Ja. Noem maar. Français. Ja, oui oui. Parapluie. Ja. Tu manges een... Meer Zelda. Breath of the Wild. Deze heb ik nooit gezien, eigenlijk, op een of andere... Nee, ik heb de statue ook niet gezien. Er zit een statue in van... Er zit een heel mooi beeld in. Ja, van het zwaard. Ja, ik breng het wel gewoon in beeld. Maar, heel tof ding. Ja. Ook weer met een box protector. Cool. Ik mag niet alles houden, hè? Nee, jij mag niet alles houden. We moeten ook wat... Ja, dan gaan we failliet. Ja, dus de bedoeling is, met winkels, wij kopen wat en dan verkopen wij weer. Oké, okay, maar dan... misschien krijg ik dit wel nooit weer. Ja, nooit. Dan krijg ik niet betaald, dan krijg je mij nooit meer. En wat is nou, wat heb jij liever, zo'n limited edition of mij? Er zit wel een beeld bij. Nee, jou. We gaan gewoon door, ja? Ja. Smash Bros. Dit vind jij heel cool. Ja, deze wou jij er eerst van hoor. Ik zei, heb je die al in je collectie? Zei jij, nee. Deze is super vet. Zit, Smash Bros. Zit erbij, er zit een GameCube controller bij voor de Switch. Met zo'n adaptertje dat je dan in de Switch kan spelen. En de echte pro Smash Bros. Spelers willen natuurlijk spelen op een... Ben ik niet, op een GameCube. GameCube controller. Dus dit vind ik echt een hele vette deluxe editie van deze game. Ja, als er nou een beeldje in had gezeten van jij van al een beetje beeldjes? Ja, maar van NES, van Earthbound of zo, dan was ik misschien... Waarom NES? Want dat is, vind ik tof. Earthbound is tof. Er zitten zoveel karakters in Smash en dan kies jij... Wie is je main in Smash? NES. Earthbound. Wanneer komt daar eigenlijk een keer een mooie collectie edition van voor de Switch? Ja. Nintendo. Ik heb hier gewoon een Switch. Oh mijn god, de OG. De OG, de... Waaraan kun je zien dat het OG is? De doos is wit. Daaraan kun je zien dat de Switch origineel is. Dus als je een Switch ziet met een rode doos en wat rechthoekiger omhoog. Rechthoekiger omhoog. Rechthoekiger omhoog. En als de accu na 2,5 uur leeg is, dan weet je het ook. Dat je de oude Switch hebt, ja. We hebben hier ook nog in een hele mooie acrylen box. Dit is acryl, toch? Of ja. Gewoon hard plastic. Nee, dat is acryl. De SNES. Dit is de SNES, toch? Ja. Ja, in één keer goed. De SNES Mini. Mini. Nieuw in doos. Met 20 plus 1 games. Waarom er niet gewoon 21 op staat, is mij een raadsel. Dat vond ik cooler. 20 plus 1 games. Allemaal marketing. Dat gaat zo. Dan hebben we hier de NES met 35 min 6 plus 1 games. Dat is echt heel tof bedacht. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk concept. Ja, leuk. Ja, met games zoals Super Mario Bros. En Super Mario Bros. 3. Zelf. En Kirby. Cool. Ja, ik vind die minis wel tof. Dat, ja, ook nieuw in doos trouwens. Ja, ook nieuw in doos. Met ook zo'n mooie protector eromheen. En daar hebben we ook nog een extra controletje voor. Kun je gewoon met z'n twee spelen. Ik vind die doosjes zo schattig. Kijk nou. Oh. Dat is toch superleuk. Die horen bij elkaar. Oh. Heb je nog meer daar? Nee, want die heb ik net al aangepakt. Oh, jij hebt mijn rommel opgeruimd. Ik heb jouw rommel opgeruimd. Ja. Zoals altijd. Nou, dan hebben we nog een paar minder absurd grote dozen. Namelijk The Witcher Complete Edition. Dit zal ik echt niemand aanraden om op de Switch te spelen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als de Switch 2 komt en hij is backwards compatible. Gaat hij dit soort dingen dan oppoetsen? Wordt dat mooier? Ja, want volgens rumors Switch 2 ongeveer net zo krachtig als PS4. Maar, weet je... Maar zou die er dan mooier uitzien en beter lopen? Want dan is het in één keer heel erg de moeite waard om hem toch op je Switch te hebben. Ja. En vind hem dan nog maar eens. Nou ja, waarschijnlijk ligt hij bij jou in de collectie, dus... Ik heb hem nog wel. Je hebt hem al. Oh, heel goed. Dragon Ball FighterZ. Pocky and Rocky Reshrined. Wist ik nooit dat het een shooter was, maar... Dit is een hele shooter, leuke, toch? Is het een shooter? Ja, ik speelde dat vroeger al op de MSX. MSX, wow.
Een paar Mega Man games. Met free cleaning cloth inside. Ja, er zit gewoon een doekje. Je zou maar geen cleaning cloth bij je spel hebben. Nee, die krijg je daar gewoon bij. Allemaal verzamel... Die zat ook bij een panty party, toch? Ja, daar zit ook een cleaning cloth bij. Volgend spel. Ja. Pokken Tournament. Pokken Tournament. Ja, Shield. Ja. Die ook allemaal. Vond ik is een hele gekke fighting game, omdat... Fighting games vind ik normaal 2D gewoon zo tegen elkaar. En deze heeft nog weer een 3D effect, dat je ook links en rechts... Ja, een beetje op het Tekken ook heeft. Ja, dat je een beetje ook. Ja, vond ik een beetje funky spelen. Gewoon Tekken. Ja, is het ook. Ik heb het nog nooit gespeeld eigenlijk. Ik vind het met Tekken ook, vond ik het heel moeilijk om aan te wennen dat je driedimensionaal kon ontwijken. Ja? Dat vond ik echt heel moeilijk. Oh. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Wou ik even kwijt. Shield. Super Mario en dan de All-Star Collection. Ja, de All-Stars. Ja. Met Mario 64, Sunshine van de GameCube en Mario Galaxy van de Wii. Dit was dat gekke spel wat toen ineens... Dit was dat spel dat kwam uit. Nintendo zei, we blijven deze drukken tot maart en dan is hij weg. En iedereen dacht van, oh, maar er zijn er genoeg. En nu kost die... Hij kost, zonder plastic kost hij €120 of zo. Ja, zoiets. Ja. Dat was altijd gewoon een €50 titel. Ja, dat is echt heel gek hoe snel het is gaan. Ik vond het zelf, ik heb dit gespeeld op mijn Switch. Ik vond het zelf niet eens zo fijn spelen. Omdat als je de games gewend bent van de originele consoles waar ze op zijn. Ja. De Switch zijn de buttons anders. Mario Galaxy, dat speelt heel raar als je gewoon met een pro-controller speelt. Daar wil je toch de motion controls. Want je had Mario Galaxy moest je met die afstandsbediening zwaaien en dan ging Mario aanvallen. En hier is het gewoon een button press. Ik heb nooit echt gespeeld op de Wii, dus ik ben dan benieuwd of ik dat ook merk. Ja. Een keer proberen, niet maar met deze. Ik heb helemaal geen tijd voor spelletjes. Nee, dat is zo. Mario Wonder, niet zo bijzonder. Oh, dat rijmt. Super Mario RPG, ook nog niet zo lang uit. Rijmt daar ook iets mee. Heb je al gedaan. Ja. Heel goed. Blast Blue Cross Tag Battle. Zegt dat goed? Ja, man. Ik heb nog nooit een Blast Blue game gespeeld. Is dat een serie dan? Is daar meer van? Er zijn heel veel Blast Blues. Blast Blue. Ik heb geen idee. Ultimate Anime 2D Fighting Experience. Heel cool. Is dat leuk? Nou, weet ik niet. Samurai Showdown. Dat is wel cool. Een fighter? Ja. Kirby Star Allies. Dat is geen fighter. Captain Toad Treasure Tracker. Dit zijn de wat normalere titels, maar ook natuurlijk voor ons als winkel super fijn. Street Fighter, de 30th Anniversary Collection. Er zitten ze allemaal op, hè? Ja, al die oudjes. Ja, ja, wel cool. Misschien ga ik die ook even spelen. In je elleboog. Ja. Ni no Kuni 2. Dit is de tweede keer dat we dat zeggen. Nee, ja. We gaan door. Street Fighter 2. Ultra Street Fighter 2. Oh, sorry. Dat was vroeger al zo. Dan had je echt 16.000 versies van dezelfde Turbo. Had je nog. En op een nu had je geen zin meer om hem aan het achter te zetten. Dus zet je maar wat voor. Ja. Ja. Skyrim. Deze wordt ook lastig. Ook niet veel fysiek, nee, hoor. Ben ik al te hoog aan het bouwen? Dat valt mee, hè? Ja, het is nog zichtbaar. Nee, die wordt steeds lastiger te vinden. Maar het is ook zo'n titel dat ik denk van, als we zo meteen een nieuwe Switch krijgen. Dit is wel leuk. Heb je wel gezien dat dit op de Switch achterkant staat? Ja, je hebt dat schild erin. Ja, je hebt de... schild van Link en het zwaard. Ja. Maar ik had nog gezien dat hij op de achterkant van de box stond. Ja, dat cool, is wel tof. Maar ja, ik vind het wel chill om die te spelen. Dragon Quest. XI. Wat is het? 11? Ja, dat is 11. 11S. Ja. Maakt het wel heel ingewikkeld, al die titels. De Ezio Collection. Ja, van Assassin's Creed. Nadeel aan deze is, je denkt, ik heb een fysieke game. Maar één game staat volgens mij fysiek op en de andere twee moet je downloaden. Ja, volgens mij ook, hè. Ja, Assassin's Creed 2 card en dan Brotherhood en Revelations Digital Download. Dus dat is wel jammer. Ja. Maar ja, je hebt tenminste een Assassin's Creed. Ja, dat is toch cool. Rollercoaster Tycoon Adventures. Dat lijkt mij nou wel heel relaxed op de Switch. Ik denk dat mijn vriendin deze gaat kidnappen. Die speelt het heel graag op PC. En... Blijft er nog wel wat over? Jawel. Dan nog veel meer normale titels. Mortal Kombat 11. Ari. Wie kent Ari niet? Ari Boomsma. Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Die is echt super lastig. Ja, en deze was heel lastig om te vinden überhaupt. One Piece, Unlimited World Red Deluxe Edition. Dit is een game, die is ook op PS4 volgens mij en ook op de Wii U. Ik heb bij het uitzoeken van deze collectie, was deze echt verdomd lastig om te vinden. Ja, die ken ik ook niet. Nu al. En hoe oud is de Switch? 5 jaar? Nee. Wel oud, nee, maar... 2016? Ja, maar dat er nu al titels zijn die best wel zeldzaam zijn, zeg genoeg. Volgende. Nog een Super Mario 3D World. Ik denk dat bijna alle Mario's hierbij zaten. Mario Party. Welke, de eerste? Ja, de eerste. Nieuw Super Mario Bros. Deluxe. Klassieker.
De nieuwe Zelda, die heeft hij onlangs nog gekocht. Dit vond ik heel tof. Hyrule Warriors. Dat vond ik een heel tof concept. Ja, jij speelde toch zo'n andere... We hebben het hier laatst over gehad. Ja, je hebt daar wel wat anders op, maar Hyrule Warriors, dat is niet echt een Zelda game, dat is meer een... Ja, ja, dat lijkt op Dynasty Warriors. Dat is al een heel oud. Ik weet niet hoe je het uit moet leggen. Het is een soort van... Het is geen RTS. Nee, ik weet het. Je hebt een heel leger, je toch? Je bestuurt een leger en dan teleporteer je daarin en ga je daar vechten. En dan... Dat is wel heel tof. De retro gamer kent dat als Dynasty Warriors en dat... Nog een Hyrule Warriors, wat is... Wat? Dit was de... Oh, die Calamity was nieuwer volgens mij. Ja. Ja. Deze was volgens mij ook op de Wii U. Bijna alles van... Skyward Sword. Die was volgens mij ook op de Wii. Ja, die was op de Wii. Ja, oh. Vond ik leuk. Mooie gouden Wii remote erbij. De Mega Drive Classic Collection. Die heb ik gewoon. Die heb jij gewoon. Ja. Animal Crossing. Er is ook altijd veel vraag naar hier. Dragon Quest Monsters. Heel vet, heel vet. Ik heb dat ook nooit gespeeld. Ik heb dat voor de DS. Voor mij komt het daar vandaan. Ik heb één Dark Quest. Ik wil dit denk ik wel proberen. Het is echt... Blijft echt niks een over. Van de beste Pokémon clones als in Monster Capture. Ik vind dat echt heel wat leuk. Zeg jij nou? Maar jij hebt nooit Jade Cocoon gespeeld op de PlayStation 1. Hoezo niet? Natuurlijk heb ik Jade Cocoon op de PlayStation 1 gespeeld. Dan moet je ook echt evoluties en... Ja, monsters, dat weet ik. Echt? Heb ik al een keer verteld, hè? Immortals Fenyx Rising. Dat is dus een hele slechte clone van Breath of the Wild. Ja. Vergeet wat ik in mijn hand heb. Paper Mario. Op de achterkant staat letterlijk Paper Mario. De origami, ja. Ik ben zo bezig met die camera. Ik lees dat helemaal niet. Nee. Super Mario Odyssey. Ja. Wie kan zonder? Mario Kart. Ach, ik denk wel de meest verkochte Wii U, Switch game. En Wii U game waarschijnlijk ook. Luigi's Mansion 3. Ja. Nou, als je bij ons in de winkel kijkt, wij hebben denk ik misschien Animal Crossing echt het meest verkocht. Animal Crossing of Mario Kart 8. Want die kwam echt uit toen corona net kwam. Net uitkwam ook. Iedereen aan Animal Crossing. Ja, echt. En die kwam net uit. Ja. Maar volgens mij is dat onze meest verkochte Switch game. Zo'n meest verkochte Switch game, Mario Rabbids. Mario Rabbids, ik vind dit wel leuk. Ja, ik vind het ook leuk, alleen mensen kopen het vaak met de verwachting dat het een Mario game is. Ja. En dan komen ze een dag later terug met, ik vond het niet leuk. Ik snap het niet. Cool. En dan de laatste, Mario Party Superstars. Hij mist de nieuwste, maar ja. Ja, die was ook echt net uit. Die is net uit toen we dit binnenkregen. Toen had hij waarschijnlijk al besloten dat hij er klaar mee was. Ja, dat het hoogste tijd was om met andere hobby bezig te gaan. Ja, want tijd is geld. Tijd is geld. En de klok tikt door. Ja, en horloge, weet ik veel. Doei! Horloge. Doei! Hey, je bent er nog voor de aftercredit. Wist je dat we dat vaker deden? Deze meneer had niet alleen maar Switch games. Dit zat ook bij zijn Switch collectie. Vraag me niet waarom. Maar een replica van Lucille. Ja. She is a vampire bat. Dat zie je van nou ook. Doei!